Welkom in Olderpai. Wat we hier zien is de gorge, de vallei, waarin Leakey en Leakey in de jaren 30 tot en met jaren 50 hun ontdekkingen hebben gedaan. De Laetoli Footprints, daar heb ik een ander filmpje over, dat ligt hier vlakbij. Maar hier gaat het om de Australopithecus Boisei, waar overigens nou weer met de naamgeving toestand over is. Of het niet toch een homo species is geweest. Maar hier is die Australopithecus gevonden, zo'n 2 miljoen jaar oud. En wat het belangrijke is, wat Leakey en Leakey hier ontdekt hebben, is dat die Australopithecus, dat die voor het eerst hebben ze kunnen aantonen dat die gereedschap gebruikte. Het waren handbijlen in 6 verschillende vormen voor waarschijnlijk velelei verschillende bewerkingen van vlees of van dode dieren, om die dieren dus uit elkaar te halen. Die 6 verschillende gereedschappen hebben ze hier dus gevonden, vlakbij skeletten van dieren zelf. Wat zo bijzonder daarvan is, is dat die stenen die de Australopithecus daarvoor gebruikte, dat die niet hier te vinden zijn, maar dat die een aantal kilometer tot 10 kilometer ver gehaald moesten worden om ze dan hier naartoe te brengen. En hier zijn ze dan omgevormd om daar handbijlen van te maken. Dat vereist bijvoorbeeld dat je moet plannen, dat je dus daar naartoe moet gaan of van daar die stenen hier mee naartoe moet nemen. Dus we hadden al 2 miljoen jaar geleden een behoorlijk denkvermogen dat we dat soort dingen voor elkaar konden spelen. Dus die gereedschappen hier samen met die skeletten, die zorgen ervoor dat we zeker weten dat 2 miljoen jaar geleden dat we gereedschap konden gebruiken en dat we het ook gebruikt hebben. Er zijn hier allerlei plekken waar ook slachtplekken voor dieren, dat ze zien dat ze met behulp van fossielen kunnen aantonen dat daar dieren daadwerkelijk geslacht zijn en in stukken gehakt zijn met die handbijlen. Dus het is niet een toevallige handbijl die daar naast een skelet ligt. Nee, we kunnen daadwerkelijk ook aantonen dat die bijlen gebruikt zijn. Zeer bijzonder dus. Dus we wisten dat 3,6 miljoen jaar geleden de Australopithecus afarensis rechtop kon lopen. En we weten dus nu door Leakey en Leakey dat deze Australopithecus Boisei, dat die dus gereedschap gebruikte en kon plannen en nadenken over het gebruik van die handbijlen. Dus fantastisch om hier eens te staan. Dankjewel. Dat was nog even uitgelegd.